Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 21 september. Gebrokenheid. Het Bijbelvers voor vandaag staat in 1 Petrus 1, vers 6 en 7. Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof. En zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. Het woord gebrokenheid kan angst teweeg brengen bij sommige mensen, maar het is echt geen verkeerd woord. Het is niet Gods verlangen om onze ziel te breken, maar Hij wil de buitenste schil breken, het vlees, dat Hem verhindert om alles te kunnen zijn die Hij wilt zijn in ons en door ons heen. Hij wil trots, rebellie, zelfzuchtigheid en onafhankelijkheid verbreken. God wil dat we volledig afhankelijk van Hem zijn en het ervaren van smart lijkt ons op dat punt te brengen. Soms lijken mensen verrast dat ze door een periode van beproeving of lijden moeten gaan. Zelfs wanneer we trouw het woord bestuderen en gehoorzamen, zullen beproevingen blijven komen. En soms komen beproevingen gewoon om ons te testen en ons geloof te zuiveren. Wanneer deze beproevingen jouw kant op komen, omarm ze, want ze leiden tot werkelijke gebrokenheid. God wil dat we leven in de geest, niet in het vlees. En dit is veel makkelijker als we Hem toestaan elke zonde, zelfzuchtige gewoontes of eigenschappen in ons leven die ons bij Hem weghouden te verbreken. Wil jij vandaag dicht bij God zijn? Omarm dan de gebrokenheid, wetend dat het tot grotere dingen zal leiden in jouw toekomst. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heilige Geest, ik besef mij dat ik soms gebrokenheid nodig heb. Het kan ongeriefelijk zijn, maar ik nodig u uit om alles wat mij bij u weghoudt te verbreken en mij ervan te ontdoen. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.